hebben afgeplakt. Want ik denk, ja, dat gaan we niet doen, hè. Als ze binnenkomen om koffie te drinken, dat ze meteen zien hoeveel geld er is. Dat is een beetje hebberig, dat doen we niet. Even kijken. Anne, ben jij hier? Anne, zou jij er net eens even af willen halen? Want we zijn allemaal heel benieuwd. Dat andere mag straks nog wel even, Anne. Doen we na die tijd even. Anne gaat het bedrag eraf halen. Ja, daar is hem. Er zijn een heleboel vraagtekens. En ik ga het noemen. We hebben bij elkaar gelopen 3766 euro en 85 cent. Wow. Dat is een enorme bedrag. Dat is echt enorm. Er komt daar zo nog iets bij, hè? Anne heeft nog weer een actie ondernomen om nog wat geld in te zamelen. Ga er maar even bij staan, Anne. Even de dingen slagen. Zo. Nee, jij de. Oh. Ja, zo. Zo. Iets aan de kant aan Rob, hè? Ja, dan wordt hij wel richtig. Hè? Goed. Nog even één keer. Kan even hierheen kijken, graag. Ja, geweldig. Ja. Nou. Dus ik zou zeggen, jongens, allemaal een daverend applaus voor jezelf. En natuurlijk ook voor de Ronda-runners. Want die gaan met Pinksteren. Gaat het gebeuren van Hamburg naar Rotterdam. Kleine 600 kilometer. 600 kilometer. Dat is ongeveer drie keer Amsterdam. En, ja, drie keer Amsterdam, nog iets meer zelfs. Oh, dat is echt een heel eind, hè? Ja. Nou, wij willen jullie dit bedrag meegeven. Nou, wil ik het wel overhandigen aan de penningmeester. Maar ik vind het eigenlijk leuker om het aan de familie te Brummelstroet te overhandigen. Want de moeder en vader van Niek en van Iris, die is naar de gym, die een spek hebben, hè. Die zijn bij mij gekomen van, zou je daar aan mee willen doen? En toen hebben we besloten om dat te doen. Dus ik wil het bij deze aan jullie overhandigen. En eigenlijk ben ik dan met mijn verhaal wel klaar, maar bij dit soort gelegenheden zijn er ook altijd nog wat sprekers. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Ik wil de cheque wel terug. Ik ga hem namelijk in school ophangen. En ik ga het bedrag overmaken via de bank. Ik dacht eerst dat ik ga het van de bank halen. Zal ik jullie een briefje van 1000 laten zien? Maar dat is blijkbaar bij de bank heel moeilijk om gewoon 3 briefjes van 1000 op te halen. Dat kan allemaal niet. Dat moet je eerst aankondigen. Dus dat is niet gelukt. Maar goed, ik maak het gewoon netjes over. Rob, bij deze woorden aan jou. Goed, bedankt. Jongens en meisjes, meesters en juffen, dit is echt geweldig. We hadden een bedrag in gedachten. We hoopten op een iets hoger bedrag, maar dit is zelfs nog veel en veel meer. Echt geweldig. Applaus voor jezelf. Daar hoort natuurlijk een uitgebreid bedankje bij. Ik zal het niet heel lang houden, want jullie willen zo graag pauze houden. Ja. Precies. Had het wel eerlijk. Ik wil de Colibri enorm bedanken. De meesters en juffen die meer geholpen hebben. Niet alleen tijdens de sponsorloop, maar ook daarvoor en daarna. Met het uitdelen van de formulieren, het inzamelen van alle enveloppen en dergelijke. Noem maar op. Geweldig. Ook vooral meester Johan. Hij was namelijk direct bereid toen Jessica hem vroeg of wij een sponsorloop mochten houden om daaraan mee te werken. Hij heeft zich daar volledig voor ingezet. Enorm bedankt. Ja, ik vond één rondje genoeg. Prima. Maar bovenal natuurlijk vooral jullie als leerlingen. Bedankt voor het geweldige bedrag. Maar zeker ook enorm bedankt voor jullie inzet, voor jullie enthousiasme, vooral jullie verhalen tijdens de sponsorloop en dergelijke. Dat is voor ons is dat een geweldige stimulans om zo meteen met Pinksteren die hele loop van Hamburg tot Rotterdam vol te kunnen houden. Op het moment dat wij het even moeilijk hebben, dan denken we hier weer aan terug aan jullie verhalen en aan jullie inzet en hoe jullie daar hebben lopen rennen. En dan kunnen we er weer tegen. Enorm bedankt met z'n allen. Ja.
het natuurlijk altijd lastig om binnen zo'n hele groep dan... Om binnen zo'n hele groep een aantal mensen te bedanken, dat wil ik op zich ook niet heel uitgebreid doen. Alle leerlingen hebben zich volgens mij enorm ingezet. Ook diegenen die misschien een iets kleiner bedrag binnengehaald hebben, die zijn daar ook druk voor geweest en hebben net zo hard rondjes gelopen. Maar wat wel opvalt is als je lijsten doorkijkt, dat er echt leerlingen tussen zitten die heel fanatiek bezig geweest zijn en echt meer dan 100 euro opgehaald hebben. En dat zijn er een aantal, ik weet zo al hun namen niet, maar die weten het zelf wel. Die mogen nu even super trots op zichzelf zijn. En ik vraag jullie eigenlijk om daar nog even een extra applaus voor te geven. En dan toch wil ik één leerling extra bedanken. Anne, kom je er even bij staan? Anne, jij bleef ons verbazen. Na de sponsorloop kreeg Jessica al een cheque van jou met een bedrag van iets van 80 euro. Maar daar was het niet mee klaar, je ging gewoon door, hè. Je bleef maken, ik zie dat je nu alweer een pakje bij je hebt, geweldig. Op Facebook was je even een geweldige hit in Winterswijk. Allerlei mensen die geld gegeven hebben, eigenlijk via Facebook. Waar je ons weer kwam ontvoeren om weer extra geld in ontvangst te nemen. Hartstikke mooi. Jouw verhaal en jouw inzet heeft enorm veel indruk gemaakt op ons als team. We hebben echt, wat ik net zei van het verhaal van de leerlingen, dat geldt voor jouw verhaal extra. Als wij het zo meteen even moeilijk hebben, dan sleept jouw verhaal ons er doorheen. Want als jij dat kunt, dan moeten wij dat toch ook zeker kunnen. Nee? Daarom heb ik dit keer een verrassing voor jou. Wij willen je namelijk heel graag uitnodigen met jouw familie bij de doorkomst in Zutphen. Dus als wij door Zutphen komen, waar alle teams doorheen komen en dergelijke, daar hebben we een hele mooie grote VIP-tent staan voor alle sponsoren en bijzondere genodigden. En daar hoor jij bij. Want jij bent nu één van ons team, vinden wij. Alle kijkers hier, hè? Ja, ik ga even met hier op de bank. Komt Maxima op? Dat weet ik niet. Anders wil ik er ook wel naartoe. Rob, Rob, Rob. Ben je zeker voor de burgemeester? Ja, ja, zoiets. Fantastisch. Heel erg dankjewel. Geweldig. Had ik daar nog één dingetje bij? Want... Daar heb ik daar nog één dingetje bij. Want van de week heb jij een interview gehouden, wat we via Facebook allemaal hebben beluisterd. En nou ja, ook dat vonden we weer geweldig. Voor de Europa Run Radio, hè. En daar heb je namelijk één ding verteld. Dat als jij ging kijken bij de doorkomst, of langs de doorkomst zou staan, je eigenlijk nog niet wist wat je aan zou trekken. Nee, nou daar hebben wij een oplossing voor. Wat weer? Want voor ons ben jij een echte Europa-runner, dus die kun je nou mooi aantrekken. Nou leuk, hè? Ja? Even ophouden. Ja.
Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.